Vanavond in Showtime André van Duin. De komiek praat over zijn nieuwe programma waarin hij meer dan ooit zichzelf is. Koninklijk bezoek bij een koninklijke tekenfilm en fitness met Gerard Joling. Goedenavond en welkom bij Showtime vanuit RTL Studio 1 in Hilversum. In ons programma extra veel aandacht voor muziek. Dit natuurlijk vanwege de muziekweek bij RTL. Vanavond nemen wij u mee naar het feest van Marco Bossato. Dat gaf hij afgelopen maandag in Amsterdam. Beverly Hills 90210 ster Luke Perry vertelt ons over zijn ambities. En Laura Pausini heeft stemproblemen. Afgelopen dinsdag beleefde de nieuwste Disney-tekenfilm De Leeuwenkoning zijn Nederlandse gala-première. Dat kan u niet ontgaan zijn. Het leeuwendeel van bekend Nederland was present in Theater Tuschinski. En ze hadden in veel gevallen hun welpjes nog meegenomen ook. De Leeuwenkoning is het verhaal van het leeuwtje Simba, die als hij groot is zijn vader Mustafa als koning moet opvolgen. Lotgenoot kroonprins Willem-Alexander was dan ook de speciale gast deze avond. Zeg ooms Scar, als ik koning ben, wat wordt u dan? Een oude sukkel. U bent me er een. Weet je, als die leeuwen er niet waren, waren wij de baas. En ik baal van leven. Zo bazig. En haren. Ze stinken. En ze zijn lelijk. Kom. De Leeuwenkoning is ook een dramatisch verhaal. Zo sterft de vader van Simba en wordt de macht op gewelddadige wijze overgenomen door Simba's oom en een stel hyena's. Is deze film nog wel geschikt voor kinderen? Nou, ik vind het redelijk heftig, moet ik eerlijk zeggen hoor. Ik zat af en toe echt, de armleuningen vast. Ik weet niet of ik een klein kind mee zal nemen. Ik vind het echt een tekenfilm voor volwassenen, vind ik het. Kinderen oefenen ook macht uit ten opzichte van elkaar. En in deze film wordt het op een subtiele wijze duidelijk gemaakt dat dat eigenlijk bij het leven hoort, maar dat het niet een positieve benadering is van wat er in het leven moet zijn. Hé, hey, wat is er aan de hand? Helemaal niks. Hij heeft toch geen handen? Maar wel klauwen. In de Amerikaanse versie zijn de stemmen gedaan door grote acteurs als Jeremy Irons, Whoopi Goldberg en Rowan Atkinson. Over de Nederlandse cast die werd voorgesteld aan de kroonprins waren de première gasten echter ook zeer te spreken. In Amerika wordt het met grote sterren gedaan en het wordt ook vaak op ze getekend. Dus dat ze eerst een hoorspel maken, dat ze de stemmen kennen en dat ze daarop tekeningen maken. Dus vind ik het nog fantastischer dat de Nederlandse acteurs zo eind gekomen zijn. Waar je speciaal op let is natuurlijk de Nederlandse vertaling en hoe het gedaan is door de mensen die het hebben ingesproken en ingezongen. Ik had daar veel bewondering voor. Ik zou heel graag tekenfilms willen doen, maar als ik daar tijd voor heb überhaupt, maar ik zou dat heel graag willen doen, maar ik moet daar dus eerst jaren voor oefenen. En hier zitten gewoon een paar kanjers in. Het is een theorie, filosofie. Hakuna Matata. De Leeuwenkoning, hij brult vanaf volgende week in een record aantal Nederlandse bioscopen. Maar het was niet voor iedereen feest. Want Gert-Jan Dreuger werd met zijn cameraploeg om onduidelijke redenen gearresteerd. Hij bracht ruim anderhalf uur door in een politiecel. Dit voorval was voor hem de druppel die de emmer deed overlopen. Maar is dit ook de reden waarom hij stopt met Glimmerland? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet als een incident. Want het is natuurlijk toch meer een storm en een glas champagne. Nee, we hadden vorige week met de AVRO over gehad dat het toch een beetje, ja, de kijkcijfers zijn heel goed, maar de uitnodiging wordt toch minder en het koud water, zoals ik al zei, is zo groot. Ten eerste toch een klein landje, ook klein van geest. En niet iedereen wil geplaagd worden, geloof ik. Maar dus hadden we al besloten en wat er dus gisteren nu gebeurt, ja, dat is blijkbaar dan ook meteen een mooi eind. Gert-Jan Dreuger maakt nog twee afleveringen van Glimmerland en dan valt op 3 december definitieve doek voor dit Society-programma. Deze week is het muziekweek bij RTL 4, maar liefhebbers van de betere popmuziek zitten ook de komende weken goed bij RTL. Want RTL 5 zendt de komende tijd muziekspecials uit van diverse beroemde popgroepen. Volgende week vrijdag wordt het spits afgebeten door de Eagles. Het concert werd afgelopen voorjaar opgenomen in Amerika en het was een van de eerste optredens nadat de groep meer dan 14 jaar uit elkaar was geweest. Van de Eagles is onlangs ook een nieuw album uitgebracht. Het heet Hell Freezes Over en het bevat nieuwe versies van bekende nummers. Welcome to the Hotel California.
the face. De Eagles met alle onvergetelijke hits. Volgende week vrijdag bij RTL 5. En in december zijn dan ook nog muziekspecials van Peter Gabriel en In Excess. De Italiaanse zangeres Laura Pausini heeft haar Europese tournee moeten stopzetten. De 20-jarige zangeres is oververmoeid en mag een paar maanden niet optreden. Laura Pausini was vorige maand ook in Nederland voor enkele concerten. Ze heeft het afgelopen anderhalf jaar onafgebroken door Europa gereisd ter promotie van haar twee cd's. Die overvolle agenda heeft ertoe geleid dat de zangeres nu absoluut rust nodig heeft. Haar stem en haar lichaam zijn overbelast. En ook de Nederlandse zangeres Glennis Grace kampt met gezondheidsproblemen. De winnares van de Soundmix Show 94 is geveld door een virusziekte. Ze treedt niet op voordat ze volledig hersteld is. Julio Iglesias bracht afgelopen weekend een bliksembezoek aan ons land. Piet Veerman overhandigde hem een gouden plaat voor zijn album Crazy. Het was een kwestie van gelijk oversteken afgelopen zondag in het Amstel Hotel. Want Julio Iglesias gaf ook een gouden plaat aan Piet Veerman voor diens eerste Spaanstalige album. Julio Iglesias was trouwens niet helemaal in feeststemming. Hij heeft een conflict met de Argentijnse regering die hem beschuldigt van plagiaat. There is a song that I brought the lyrics and the music was my director. We brought about 15, 17 years ago. And it's a guy in Argentina who said then. The music looks very much like his music, which I accept. They found much easier to sue me and to sue the guy who wrote the music, because supposedly I'm the one who's going to pay always. And I didn't accept the sentence because I think it's unjust. So about a week ago, they decide to execute the sentence. And I said, okay, go to my farm and take my cows. Julio Iglesias. Binnenkort praat hij bij ons uitvoerig over zijn samenwerking met popcollega Sting. Het zijn drukke tijden voor Gerard Joling. 14 dagen geleden was hij in Gambia om een tv-special op te nemen. En vorige week vloog hij nog naar Curaçao voor enkele optredens. Momenteel bereidt hij zich voor op een grote tournee door het Verre Oosten begin volgend jaar. Een goede fysieke conditie is dus noodzakelijk voor de zanger. En wij volgden Gerard tijdens het afwerken van zijn dagelijkse fitnessschema. Goedemorgen, ik kom net mijn bed uit. Lekker sinaasappels, ja, even. Ik eet wel heel veel fruit en een beetje een uitgeperst sinaasappeltje en een beetje yoghurt 's morgens, want ik heb, zeker als ik in mijn eentje ben, nooit zo erg veel trek om uitgebreid ontbijt te doen. Vaak doe ik toch wel even eerst gewoon fruit. Ik weet dat het ook gewoon goed is voor het hele verbrandingsproces. En ik ga zo nog even sporten ook, dus dan is het niet echt lekker om nou zwaar zitten te tafelen. Ik ben toch een lichte bronchitis patiënt. Dat betekent heel snel een ontstekingtje of problemen met de luchtwegen. Dus als je daar ook helemaal niets aan doet, dat is gewoon echt ongezond. En ten tweede doe ik het absoluut ook voor mijn lijn. Het is voor mij altijd een strijd. Ik ben een ontzettende onregelmatige eter. Ik probeer altijd wel goed te eten en heel vaak ga ik s'avonds toch in de fout. Weet je wel, met, je kent het wel, gebakken piepertjes en lekker met sausjes, patat en zo. En dat is voor mij absoluut een must. Ik ben ontzettend onregelmatig. Dat betekent dat als ik moet tanken ergens of zo, dan gaan er altijd wel weer een paar grote reepjes chocola mee of zakken chips. En dan weet ik, denk ik, Geer, het is gewoon niet goed. Je zit gewoon vannacht, leg je weer met een zak Rennies op je nachtkastje te zuren en te borrelen. En het is gewoon heel slecht voor je lichaam. Op een gegeven moment, als ik dus optreed, ik merk dat ik bijvoorbeeld een paar weken niet heb gelopen. Ik zing altijd een liedje ook a cappella in de zaal en dan met een gigantische uithalen. En dan denk ik, Geer, het is misschien toch handig om weer wat te gaan lopen, want er zit dan een heel lange uithal op het eind. En ik merk gewoon, als ik veel loop, dan gaat me dat zo makkelijk af. Op het moment dat ik dat een paar weken laat slabakken, dan zit daar gewoon minder lucht. Ik heb periodes gehad, het is verschrikkelijk. Ik heb zie wel eens foto's dan, zeg maar, van een persbureau en dan zie je in één keer dat er weer een foto gebruikt. Dus dat is dan net in een foute tijd. Dat je er heel vaak opgeblazen uit kunt zien. Dat is dan een soort stress. En onregelmatig eten. En dan in één keer gaat die kop krijgt echt helemaal dat. En dat is, vind ik, zo verschrikkelijk. Ik heb ook wel eens, als ik een avond, zeg maar, aan het stappen ben geweest, ik heb een paar wijntjes of een paar biertjes in mijn mik, dat ik denk van nou, dat lukte weer aardig gisteravond. Dan ga ik ook gelijk de volgende dag hardlopen. Want ik ga daarvan opzetten, als het ware. En dat vind ik een vies gezicht. Ik
kan ook heel veel in mijn hoofd wegzetten. Op het moment dat ik op een gegeven moment loop, dan zet ik heel veel dingen van me af. Ik zweet dan gigantisch en ja, ik voel me gewoon hartstikke lekker bij. Daar heb ik het wel even gehad, geloof ik. Gerard Joling. Eind deze maand verschijnt zijn nieuwe single, die heet Endless Love, en het komt van het album Eternal Love. Na de reclame, André van Duin, over zijn nieuwe programma vol bijzondere mensen. What a difference this tea makes. Pickwick, what a difference this tea makes. It started romance, music en you, een absolute sensatie. Zes unieke dubbel cd's, slechts 25 gulden per stuk. De romantische top 200 van de afgelopen 40 jaar. Dubbel cd's, niet voor 50, maar slechts 25 gulden per stuk. Romance, music en you, van Eva. Zaterdag, een thriller. What's this anyway? Another one of your little furry animals? No. The little boy was given a wrong snake by mistake. The boy's coming with me for a few days. Then you would see him again and everything would be all right. That's a very dangerous snake. Ze gijzelen een kleine jongen. Catch a bite. Maar er zit een addertje onder het gras. I wish to leave soon. I have a boy in here. Yeah? A car. Money. Time. Watch out! Kinderen lijken gemakkelijke slachtoffers, maar soms hebben ze dodelijke troeven in handen. Klaus Kinski in Venom. Zaterdag, 11:45. En wie maakt u morgen blij met Koopmans? Geen spaghetti zonder spaghetti. L'originale. Lieve Nico, wat ellendig werkte met een verstopte neus. Maar hier, neem Fixinex neusspray. Je zal zien, het maakt je neus vrij en verlicht direct. Ik ben blij als je aan de brief raakt. Liefs, Margot. Fixinex. Werkt direct. Uur na uur na uur. Welkom terug. Straks Luke Perry over zijn eerste avondvullende speelfilm. Maar eerst is het party time. Want 4 jaar na zijn overwinning in de Soundmix Show is het grootste succes een feit voor Marco Borsato. Zijn hit Dromen zijn bedrog staat al weken op de eerste plaats. Alle reden voor een feest. Een feest dat afgelopen maandag werd gehouden met alle fans op het Rembrandtplein in Amsterdam. Het feest van Marco Borsato begon in een Amsterdams café met een bescheiden optreden voor familie, vrienden en vriendin Denise. Daar kreeg de zanger uit handen van Caroline Tense goud voor zijn album Marco. Voor de hit Dromen zijn bedrog kreeg hij eerder al dubbel platina. Intussen zijn er meer dan 200.000 exemplaren van verkocht. Ja, het is een beetje gekhuis. Ik bedoel, nu de gouden cd weer gekregen voor het album. We zijn er tegelijkertijd een clipje aan het maken en de special voor 11 december. Dus kortom, een hele hectische toestand. Het uitreiken van gouden platen aan diverse mensen die daar mee hebben gewerkt. We zijn zelf met geluidsopnames bezig nog. Ook om dat weer voor platen te gebruiken. En we moeten straks nog naar Escape toe. Dus het is kortom een hele hectische, opeengepropte avond. Maar wel heel gezellig.
En toen kon het feest echt beginnen. Marco Borsato had via de media heel Nederland opgeroepen om naar het Rembrandtplein te komen. Maar dat was te voorbarig. Ja, we kregen wat problemen met de politie en de gemeente van Amsterdam. De politie vond het wel goed om eventueel buiten wat neer te zetten, maar dat werd door de gemeente niet toegestaan. Dus wat dat betreft moesten we een hoop mensen teleurstellen. We hebben dat gelukkig nog op het laatste moment een beetje in goede banen kunnen leiden. Anders waren hier echt misschien hele gekke dingen gebeurd. Gelukkig is dat uitgebleven. Maar ja, ik heb toch een aantal mensen teleur moeten stellen die er niet bij konden zijn vanavond. Dat is jammer altijd. Ja, ik ben speciaal gekomen, maar helaas, pindakaasen komen er niet in. Maar uiteindelijk mochten ook de teleurgestelde fans naar binnen. En daar waren al meer dan 1200 fans. En als je lacht, lacht heel de wereld. In 4 jaar dat ik nu dit doe, is er toch een stijgende lijn te zien. En nu is dan explosief gegroeid. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, het is echt een bekroning op wat ik gedaan heb de laatste 4 jaar. Marco kan binnenkort geschiedenis schrijven. Nog 3 weken op nummer 1 en hij breekt het record van Bryan Adams. Zelfs de verkoop in Nederland van het meest succesvolle nummer van Michael Jackson kan door Marco's droomsingle verbroken worden. En dan? We maken een heel nieuw plan voor 1995, want er moeten een aantal dingen toch worden aangepast. Maar er zijn een hele hoop dingen waarvan je zegt, van, nou, dat zou ik wel leuk vinden om te doen. Ik bedoel, dan denk ik niet in eerste instantie direct aan Ahoy, maar er zijn andere dingen waar je aan kunt denken, grote concerten, misschien wel een theatertour. Ik bedoel, dat zijn dingen die nu in handbereik zijn. Voor zijn vriendin Denise heeft Marco nu weinig tijd. Ja, we laten berichtjes achter via de spiegel en dat is eigenlijk de meest logische manier van communiceren op dit moment. Want ja, ik spreek er heel weinig. Maar goed, wat in een goed vat zit, dat verzuurt niet en we weten wat we aan elkaar hebben. Dus wat dat betreft komt het wel helemaal goed. Applaus voor Marco Borsato en zijn tweede Nederlandstalige hit lijkt eraan te komen. Want het nummer Waarom Nou Jij is deze week binnengekomen op nummer 30 in de Megatop 50. En wat brengen de bladen deze week op showbizgebied? We maakten weer een selectie. In Avantgarde blikt Willeke Alberti terug op haar 40-jarige zangcarrière. Ik ga door tot ik er echt geen zin meer in heb. Ik geniet van elk nieuw project. En ook het Songfestival was voor mij in zekere zin een hoogtepunt. Aldus Willeke Alberti. Acteur Jeff Bridges zegt in HP De Tijd, er is een bepaald soort roem die je koste wat het kost wil vermijden. Dat noem ik de Beatles-roem. Dan kun je niet meer ongestoord een restaurant binnenstappen of zelfs maar de straat op gaan. Ik wil geen gevangene worden van mijn eigen beroep. Nieuwe Revue heeft een groot interview met vader Abraham, die tegenwoordig nog alleen maar Pierre Cardner is. En hij zegt, heel de wereld kent me, 1,5 miljard mensen. En toch denken ze hier dat het een minderwaardig soort liedjes is. Ik word nooit vervol aangezien, aldus Pierre Cardner. Bold and Beautiful ster John McCook praat in Marie Claire over de vrouwelijke collega's in soaps. Hij zegt, de vrouwenrollen zijn allemaal heel actief. Zij zijn degene die alles in gang zetten. En de mannen, ja, die staan er maar een beetje bij te kijken. Hé, wat is er aan de hand? De mannen in soaps worden altijd gemanipuleerd door vrouwen, aldus John McCook. En dan verscheen er deze week ook een nieuw nummer van het huis aan huis tijdschrift Test Magazine. Dat blad heeft een onderzoek gedaan naar de voorkeuren van televisiekijkend Nederland. En als grote winnaar kwam uit de bus ons eigen RTL 4. En dat leek ons een leuk bericht om het wekelijks kijkje in de bladen mee af te sluiten. Zeker. Beverly Hills-ster Luke Perry heeft zijn eerste avondvullende film gemaakt. De titel is 8 Seconds en hij speelt zich af in de rodeo-wereld. Het is een waar gebeurde verhaal van Lane Frost, een jongen die maar één droom heeft, rodeo-kampioen worden. Luke Perry vertelde ons wat hij nou zo leuk vond aan de rol. Get ready, ladies. 8 seconds will put you over the top. Okay, boys. Okay, boys. Here it is. Will this be the first man in rodeo history ever to ride Red Rock? Look at this bull. I've never seen an animal try it four ways to get his rider off. The only thing I ever wanted to be was an actor. I wanted to be an actor, and I wanted to be the best one I could be. Lane Frost wanted to be a bull rider, and he wanted to be the best one he could be. You know, I could relate to that. I also, I'm the kind of guy, you take me to a rodeo, I want to ride. You know, it's not enough to just sit there. I like it. I mean, I like to get out there and participate. And this was a good opportunity for me to do that. De acteur heeft speciale lessen in het rodeo rijden gehad om zoveel mogelijk scènes zelf te kunnen doen. I learned that up in Santa Maria, California, at Gary LaFue's Bull Riding School is where I learned that. I didn't,
I had some experiences with bulls in Ohio. None of them, you know, very, very pleasant. Certainly nothing I want to discuss. But as a small child, I'd just get in there with them, you know, and it was pretty dangerous. But I'd just get in and walk around amongst them. Lane Frost wordt steeds succesvoller, maar de relatie met zijn vrouw verslechtert. Een rol van Cynthia Geary. Well, that was generous. Lane, I can't live here. It'll give me nightmares. Oh, now, honey. A couple days you'll be calling her home sweet home, I promise. Luke's great. I mean, Luke is great. He's a sweetheart. I mean, we're good friends and you know, he's terrific. Unfortunately, he's married, but, you know, a super guy and a wonderful actor. He does a terrific job with the role. Omdat rodeo een zeer ruige en gevaarlijke sport is, verliepen niet alle scènes even voorspoedig. Aan één stier heeft Luke een speciale herinnering. I rode 8 bulls in the film. And the last one I rode was we filmed at an event called Bull Riders Only. Which is when they get 30 of the top bull riders in the world with some really rough stock together, and you know, and it's an elimination kind of thing. And I ended up riding 4 that night. The third one was an eliminator bull, and I tell you what, we got some great shots off of him because he came out of there like sky high, and I was hooked to him pretty good. That lasted for about 4 seconds, then he planted me like a platoon. De videofilm 8 Seconds is sinds gisteren te huur in de videotheken. Afgelopen vrijdag ging de film Interview with a Vampire in Amerika in première. In deze nieuwe griezelfilm zien we Tom Cruise nu eens niet als de favoriete schoonzoon, maar als een bloedzuigende vampier die continu op jacht is naar nieuwe slachtoffers. Hij vertelt ons hoe hij het vond om deze rol te spelen. It was an uphill battle, but I've never really had an easy one for myself, but this one is more of an obvious departure from what I've done. Interview with the Vampire draait vanaf 15 december in de Nederlandse bioscopen. Wij hebben nog wat kort shownieuws voor u. Seth Gijkema doet dit jaar weer een oudejaarsconferentie. Geheel volgens traditie blikt hij op de laatste avond van het jaar terug op belangrijke nationale en internationale gebeurtenissen. De cabaretier hoopt vooral op inspiratie uit Paarse Hoek. Het is pas november, hè? Er gaat verschrikkelijk veel gebeuren nog. Dit kabinet moet zich nog helemaal profileren en we zien nu dat de eerste grote fouten komen, de eerste grote blunders komen. Ik ben druk bezig om dat allemaal te gaan verwerken op die avond. Ik heb er heel veel zin in, maar hoe het wordt heb ik geen idee van op dit moment. We moeten dus afwachten. Seth Gijkema op de laatste avond van het jaar terug met zijn oudejaarsconferentie. Het is zo goed als zeker dat de Rolling Stones in juni volgend jaar naar Nederland komen voor 1 of misschien wel meer concerten. Voordat ze naar Europa komen, toeren ze nog door Amerika, Zuid-Amerika en Japan. Maar liefhebbers hoeven niet lang te wachten om de Rolling Stones live aan het werk te kunnen zien, want morgen verschijnt de videofilm Live at the Max. De opnames voor deze film zijn gemaakt tijdens de vorige tournee van de Stones. De concertfilm omvat 16 nummers en geeft ook nog eens een impressie van achter de schermen. De Rolling Stones Live at the Max duurt bijna 1,5 uur. De Rolling Stones geven volgende week vrijdag een persconferentie in Miami en dan wordt precies bekendgemaakt wanneer ze in de Rotterdamse Kuip optreden. De musical My Fair Lady gooit hoge ogen. Het publiek